it's there for all to see. Whatever's there to feel or be. What I think just isn't real. It only seems truth is concealed. You'll see, you'll see, you'll see. Define just what I am. What's a foe or what's a friend? I don't know just where I stand, but it's clear it's not the end for me. Goedemiddag, jullie er ook zo'n zin in? Ik wel. Niet vragen waarom, want dat weet ik niet. And it's there for all to see. Whatever's there to feel or be. Hey, Sammy. What I think just isn't real. It only seems truth is concealed. You'll see, you'll see, you'll see. Just what I am. What's a foe or what's a friend? I don't know just where I stand, but it's clear it's not the end. Goedemiddag. Jullie er ook zo'n zin in? Ik wel. Niet vragen waarom, want dat weet ik niet. Zullen we even nog kort jullie inzichten van de afgelopen... wat is het, 12 uur of zo? Doornemen. Je mag. Gisteren had ik een vraag over angst. Ja. En als je naar gevoelens van je minderwaardig voelen en je niet goed genoeg voelen. Ja, die zijn ook heel populair, ja. Ga je daar dan op dezelfde manier mee om zoals je dat gisteren uitlegde? Yes. Dat is het mooie van mijn benadering, is voor de simpelen van geest. Alles op dezelfde manier. Dus of de emotie nou dit of dat of zus of zo is, ofwel ik probeer het te manipuleren of ik onderzoek het. Dus het is altijd hetzelfde. Of ik probeer mijn zin te hebben en dan krijg ik mijn zin niet. Of ik ben open, ik voel, ik kijk, ik onderzoek. En dan kunnen we dus wonderbaarlijke ontdekkingen doen. Dat dingen wel eens heel anders zouden kunnen zitten dan we vanuit de oppervlaktegeest, die altijd heel ad rem en snel en intuïtief reageert. Er zijn diepere intuïties of dieper schouwen en voelen mogelijk. Maar je zegt net, dat is ook een populaire. Ja, zeker. Bijna iedereen heeft minderwaardigheidsgevoelens. We zijn hele rare beesten. We hebben bijna allemaal minderwaardigheidsgevoelens. En we hebben allemaal last van zelfoverschatting.
Vandaar wat ik gisteren zei, bipolaire apen. Nou ja, dat ego, dat wil, of mijn denken wil natuurlijk zo graag een ikbeeld omhoog houden. Ja. Wat er helemaal niet is. Inderdaad. Dus ja, dat spanningsveld, zeg maar, van ik probeer een ikbeeld hoog te houden, want ik voel me minder waardig. Terwijl ik diep van binnen weet dat ik niks ben. Ja, goed. Dus hoe dieper dat weten doordringt, hoe minder zelfbeeld je nodig hebt. Ja, want het valt op een gegeven moment dan liggen. Yes. En dan hou je over hoe je bent op dat moment. Ja, en het functioneren van het beestje. Ja, exact, dat bedoel ik. Ja. En daar is dus niet een vaststaand iets, want de ene keer is het zus en de andere keer zo. Ja. Vandaar dat ik gisteren al zei dat ik bezwaar heb tegen... Als we heel stringent gaan zeggen, ik ben zo en zo. Want je bent ook het tegenovergestelde van dat geformuleerde zo en zo. Het hangt maar van het moment af, hoeveel koffie je hebt gehad. Of je kat dood is of niet. Of je lekker geslapen hebt. Weet je wel, you could be anything. Maar we houden er dus niet van om niets te zijn, of niet iets specifieks te zijn. Dus projecteren we de hele tijd voor de goede gemeente een of ander, kijk mij eens zo zijn. En desnoods misère, weet je wel. Je hebt ook lui die hun hele identiteit is gebouwd op één bak ellende. Dan ben je tenminste iets, weet je wel. Al is het een permanent leidend voorwerp. Beter iets dan niets. En het levert ook nog een hoop op, hè? Als je constant misère projecteert, want dan hoef je nooit wat. Want ja, je bent incapacitated. Ja, als ik mezelf al wijs maak dat ik het niet waard ben. Ja, exact. Ik ook geen stappen. Zeker, dus vaak vraag ik mensen, als ik in een lollige bui ben, als ze dan ergens over klagen, wat daar het voordeel van is. Ja. Want je doet niks voor niks. Het levert je ergens iets op. Je hebt het misschien niet in de gaten, but it does. Er kwam een keer een dame, toevallig hoor, en dit is niks tegen vrouwen, hoewel er best veel tegen vrouwen is, maar mannen ook, daar niet van, maar vrouwen toch wat meer. En dus kwam een dame binnen en het begon al heel interessant, want ze kwam binnen en ze wist nou niet echt of ze nou naar binnen wilde en ze wist niet goed of ze nou wilde gaan zitten of staan, of ze de schoenen wel of niet uit zou doen en gelukkig hield ze de rest aan. En niet dat ze er lelijk uitzag, maar ik ben niet van die kerk. En nou ja, het zat dan uiteindelijk en toen begon het te vertellen wat er aan de hand was. Nou, na een kwartier had nog niemand een idee waar het over ging. Want het was bij iedere halve zin werd het afgebroken en kwam er weer een nieuwe. En, ja, het was toch wel een beetje van, ja, mijn man zegt wel eens dat ik alles moet regelen. Ik zeg van, nou, dat klopt ook gewoon. Oh, dat vond ze niet zo leuk. Ik zeg van, je hebt gewoon een perfecte strategie. En ze vond dan dat ze gemiste kansen had, kon ik opmaken. En de studie die ze eigenlijk had gewild, was ook niet gelukt. Ik zeg van, joh, je hebt het gewoon perfect voor elkaar. Het is één grote vage brei. En je houdt het zo lekker vaag, dat je hoeft er niet te gaan studeren. Je hoeft thuis nooit een initiatief te nemen. Je hoeft geen beslissingen te nemen. Je hoeft nooit een standpunt in te nemen. Dus je kunt niet gekritiseerd worden. Top! Ga zo door. Want dit is precies wat je wil. Want ze probeerden me wel wijs te maken dat ze wilden veranderen, maar daar wees niets op. Dus ik zei van, project geslaagd. Je hebt het zo voor elkaar, je hoeft nooit wat. Fantastisch, hou er zo. En je vent is nog steeds niet weggelopen, dus why worry? En aan de auto te zien had hij een goede baan. Die auto was duurder dan die twee die wij hebben. Ja, dat was niet helemaal waar ze voor kwam. Meende ik na 5 minuten een soort van reacties op te maken. Maar ik moet zeggen dat mijn aandacht een beetje naar het systeemplafond ging. Godverdomme. Ik ben aan alle kanten ingesnoerd. Geweldige tekening weer van Hans. Kijken of ik het kan lezen.
Oké, hier, aan deze kant hebben we 0% identificatie. Ik zal even daar gaan staan. Ja, joh. Aan deze kant. Sorry. Aan deze kant hebben we 100% identificatie. Dus hier zou je kunnen zeggen, daar zit de hel. En dan kan het niet anders dan dat je je slecht voelt over jezelf, je overal zorgen over maakt, leidt aan allerlei angsten en verlangens en andere waanideeën. En aan deze kant laat je helemaal nergens aan. De simplist, niet het simplisme wat ik aanhang, zou veronderstellen dat je het beste daar kan zitten. Dat is niet het geval. Net zo min als je het beste niet hier kan zitten. Als je namelijk helemaal daar zit, dan reageer je helemaal nergens meer op. En daar is een hele prettige toestand om in te verkeren, maar als er dan niet iemand zoals bij Ramana af en toe wat rijstepap naar binnen duwt, dan ga je gewoon dood. Dus voor het voortbestaan van het organisme is deze situatie langer dan een paar uur niet aan te raden, ook niet tijdens het autorijden of het bedienen van zware machinerieën. Dus we zouden kunnen zeggen dat, laten we zeggen, ongeveer hier zo, dus een bepaalde bandbreedte op, wat had ik bedacht, 70-60%. Ik zou schatten dat hier ongeveer, het komt allemaal maar net van tevoren binnen hoor, ik heb hier nog nooit over nagedacht, dat dit een beetje de ideale bandbreedte is. Dan, wat ik wel eens genoemd heb, dan leun je met je rug als het ware tegen de oneindigheid aan, terwijl je nog lichaam en geest vrij hebt om te kunnen interacteren en min of meer samenhangend en een soort begrijpelijk te functioneren. Ga je iets te ver daarheen, dan wordt het echt, niemand kan je meer volgen. Zit je te veel hier, dan kunnen te veel mensen je volgen. Dat is niet prettig. Ja. Iemand zei ooit, het allerergste voor een filosoof, werd er dan wel bij gezegd, is als hij volledig begrepen wordt. Denk daar maar eens over na. Waar zit hij dan? Dus, dit is even zo'n dingetje. Je kunt merken op een gegeven moment, ik heb in Olie op het Vuur op een gegeven moment zo'n indelingje gemaakt van krankzinnige geest, ego-geest, clear mind en dat soort dingen. Dat correleert hier een beetje mee. Je kunt, als je een beetje helderheid hebt, voelen of zien dat je te veel naar deze kant aan het bewegen bent. Hoe drukker je je begint te maken, hoe angstiger je wordt, hoe meer je dus naar dit punt gezogen wordt. Hoe eerder je dat doorhebt, die beweging, die zuigkracht, hoe groter de kans is dat je je nog als het ware door even een reminder of even iets te lezen of even whatever, om een beetje terug te komen. Als je op een gegeven moment te veel, zou ik maar zeggen, in dat gravitatieveld zit, dan is er meestal niks aan te doen, dan moet je het rondje gewoon even uitzingen. Dan is het enige wat handig is om op de binnenkant van je oog te tatoeëren, dit gaat ook voorbij. Misschien verdelen over twee oogleden. Dus ja, ik weet verder ook niet. En ik kwam op. Voor de meeste mensen is het zo dat de grootste aantrekkingskracht zit aan de identificatiekant. Als er werkelijk een verschuiving is in iemand is plaatsgevonden, begint eigenlijk de achtergrond veel meer een aantrekkingskracht te krijgen of voor jou aantrekkelijker te worden. Waardoor je gaat merken dat je niet dat terugkeren of back-off waar ik het over had, dat is eigenlijk niet iets wat je doet. Maar je systeem krijgt gewoon steeds meer de neiging op het moment dat hij merkt dat hij in de kramp begint te raken, dat er automatisch eigenlijk een terugveren is. In het begin lijkt het alsof je dat een beetje moet doen. Van, even erbij blijven. Of even, wat was die kernspreuk van deze week die me helpt. Of iets doen om terug te veren. Op een gegeven moment heb je geen externe dingen of geen activiteit meer nodig. Je systeem krijgt gewoon veel meer zin om met de rug tegen de oneindigheid aan te gaan staan en dat als default setting te hebben. Terwijl in het begin is identificatie gewoon de default setting. Gewoon, daar is zoveel energie in geïnvesteerd. Je hele leven hoor je ook van, wees zus, doe dit. Dus je wordt gigantisch getraind om een iemand te zijn. Dat zeg ik er ook bij om het dus niet zo erg te vinden als het een beetje moeite kost om daarvan los te komen. Er zit
miljoen keer meer training in wees iemand en voldoe aan dit en dat, dan wees vrij. En je kunt zelfs beweren dat bij niemand, hoe verlicht ook, het ooit helemaal wegging. Ik heb in Vreugde van Verlichting al eens een notitie gemaakt van een uitspraak die Nisargadatta op het eind van zijn leven deed, net een jaar voordat hij doodging. Toen riep hij ergens in een interactie, nu pas is het laatste spoor individualiteit verdwenen. Toen was hij al 50 jaar zo wakker als wat. Weet je wel, dus je kunt ook niet een luiheid, maar enige mildheid, als je af en toe merkt van dat er toch weer iets gebeurt, reken dan maar op, perfect wordt het nooit. En een spoor van ikheid blijft erin zitten en don't worry about it. Het is zelfs eigenlijk wel geestig. Als je ineens vanuit een totale openheid merkt dat die ego zich manifesteert. Weet je wel, en dan weer uit elkaar valt. Ik vind het wel grappig. Als het langer dan een week duurt dat dat er niet is, ga ik gewoon met Kasia ruzie maken. Dat is soms lastig, dus even zoeken naar iets wat... Maar goed, als je je best doet, kun je altijd wel... Ja, iets meer zout ingemogen. Nee, dat gaat niet op, dat verhaal, want zij kookt daar. Ik help dan een beetje en was af en zo. Maar zij heeft zelf altijd als eerste commentaar op wat ze kookt. Maar maakt het niet zoveel uit als er gewoon enigszins tijdig wat naar binnen kan. Vind ik het al lang best, dus. Of anders gezegd, eigenlijk eten we altijd te laat, dus ik heb zo'n honger dat het me geen rak uitmaakt. Ja, ik heb een heel interessant bestaan. Not. Ja. Ik vind het wel een goeie. Wat? Dat je daar, dat je teruggaat, niet naar die tunnelvisie, maar naar, ja, zo 70, 75. Ja. Dat werkt het beste. Ja. Dan word je net niet te weird voor de omgeving, maar innerlijk is het zo vrij en ruim dat het bijna onmogelijk is om je eigen druk te maken. Behalve voor entertainment purposes dan. Ja. Ja, als je alleen bent, is dat wat lastiger, omdat je dan niet getriggerd wordt. Ja, dat klopt, maar dan klop je even bij de buren aan. Of je belt een ver familielid, dan moet je opletten binnen 5 minuten. Of je kijkt iets waar je een hekel aan hebt op Netflix of zo, dat kan ook. Die twee uitstekanten, zou die ook kunnen vervangen door soms naar eigen ervaren? Ja, zeker. Want in soms hebben ze over. Ontstijgen van zowel nirvana als samsara. Ja, uiteraard. En nog erger, ze zijn eigenlijk één. Ja. Hoe was je dat in dit? Niet, want daar ging dit model niet over. Nee. Dus ieder model of iedere metafoor kan een bepaald aantal aspecten belichten, maar nooit alles. Ja. Kijk, en ik bedoel, ik kan het wel makkelijk oplossen. Waar het werkelijk over gaat, is dit. Ja. Niet de tekening. Als dat gerealiseerd wordt, dan is het papier het absolute. Dan doet het er geen ruk meer toe of er totale openheid ervaren wordt, inclusief desnoods bliss, of totale identificatie, inclusief gegarandeerd ellende. Maar dit ging dus puur om wat ik denk, na een paar dagen hiermee bezig te zijn, dat de ideale functioneren is voor een menselijk organisme. Waarbij komt dat ik, en dat heb ik de laatste tijd een paar keer vaker geroepen, dat ik eigenlijk liever heb dat er 100 volwassen worden dan dat er 1 wakker wordt. Ja, de verlichting is... Ja, zo relevant is het niet. Je moet ook eerst volwassen worden voordat je... Nee, helemaal niet. Ik werd eerst wakker en nou begin ik een soort langzamerhand. Is er iets van groei? Misschien red ik het nog voor mijn pensioen.
Dat is het leuke van het universum. Hè? Het hoort eigenlijk, idealiter zou het zo zijn, weet je wel, van nou, een babytje en een egootje ontwikkelen. En dan een beetje dingen leren in de maatschappij, zodat je je broek op kan houden. En dan daar voorbij gaan en wakker worden. Dat is ideaal, maar ja, zoals met de meeste idealen komt daar vaak weinig van. Maar volwassen mensen zijn gewoon hartstikke tof, daar heb je ook weinig last van. En ja, die verlichten, ja. Ja, je hebt er niet echt heel veel aan. Tenzij ze goed aardappels kunnen telen of zo. Maar toen je wakker werd, waren je angsten toen weg? Ja. Nog even over die identiteit, als je veel problemen hebt. Nou, heb ik gewoon weinig problemen. Ja. En ik merk dus dat de identiteit ook ver te zoeken is. Ja, mooi zo. Dus ik dacht, als ik mijn identiteit heb, is het snowboarding. Ja, zo hoort dat. Ja, maar nou is mijn vriendin die vindt dat ik een probleem moet hebben. Ja. Misschien kun je er een overnemen. Ja, zij is nou net aan de man en nu wil ze dit ook aan de man. Oh ja, niet doen. Nee, ik heb het zo bij mijn zin in. Eerst in mijn leven ben ik alleen. Ik ben altijd in relaties gezeten. Nu ben ik 9 jaar alleen. Het is leuk, in relaties gezeten, in de gevangenis gezeten. Ja. Nee, ga door. Ja, nou ja. Nee, maar ik ben nu alleen en ik heb het prima naar mezelf. Ja. Yes. En de werkelijke identiteit is dus nobody. Niemand. Ja. Niet iemand. Ja. Ja. Yes. Brilliant. Don't fuck it up. Maar misschien kunnen we inderdaad een iets van marktplaats voor problemen. Ik heb al 20 jaar dit probleem, ik ben hem zat. Ik wil een ander probleem, gelijk overstijken. Kunnen we iets voor verzinnen, toch? Hij mag even daar naar achter. Of wil jij? Ja, jij mag ook. Ja. Dus ik voel ook als ik in de kamer zit, figuurlijk dan metaforisch, dat ik het ook tegen één muur dan tegen de andere muur. En ik probeer heel veel, omdat ik inderdaad wel geloof dat ik het moet doen. Mm-hmm. Oké. De uitmoet. Good for you. Ergens uitmoet. En voor mijn gevoel nu, het is allemaal een beetje vlakjes en ik heb een week heel lang lopen vechten, dus daar heb ik goed volgehouden. En nu is het allemaal een beetje vlakjes, een beetje en moe. En, voor mijn gevoel is het een beetje uitzitten of zo. En onderzoek is ondertussen ook wel. Kijk, uitzetten, dat klinkt een beetje alsof er niet echt een activiteit is en alsof er niet echt ontspanning is. Het is dus de boodschap van je hebt nu even vrij. Relax. En dan komt het ego en die zegt, nee, ik moet aan de gang. Ja, en ik merk dat ik heel weinig doe. Hè. Dus ik merk ook dat ik inderdaad minder behoefte heb om met mensen af te spreken of mee te gaan en uitnodigingen. Dat dan inderdaad ook dat donkere stuk. En ik weet echt dat mijn mind er dat van maakt. Dus de leegte die dan ontstaat, of de leegte die ontstaat bij je niks doen. Maar ja, het voelt gewoon nog zo echt dat het zo donker is. Nou, als we dus interesse hebben, dan gaan we die donkerte onderzoeken. En anders, dan hebben we inderdaad onze vrienden. Vrienden zijn een perfecte middel om niet te onderzoeken. Tenzij je de helderheid hebt, en dus een stapje verder, dan kun je ook onder vrienden onderzoeken. Hoewel dat vaak niet goed is voor de vriendschap. Dat is lastig. We zijn verschrikkelijk bang, zoals zei ik gisteren al, om alleen te zijn, we zijn bang voor eenzaamheid en we zijn bang voor verveling. En gigantisch veel van wat mensen doen is uit angst voor eenzaamheid en verveling. Niet omdat ze doen waar ze werkelijk van houden of behoefte aan hebben. Ja, ik voel die behoefte nu ook niet. Ik voel inderdaad dan die dreiging van verveling en ik voel dat er gewoon dingen wegvallen van wat ik eerder nog aangegeven of interessant vond. Good. Nog in mee kon gaan, dus dan blijft dat toch even open, zeg maar. Dat yes. Is misschien ook nog meer uitnodiging. Yes, dus gewoon, mijn uitnodiging is, blijf erbij.
probeer het zo min mogelijk af te leiden en op te vullen. Als een mens hier een keer doorheen is, werkelijk doorheen is, dan zijn de problemen echt over. Dan ben je nergens bang meer voor. Dat is zo cool. En pas dan, want ik doe vaak, zoals je merkt, een beetje lullig over met andere mensen. Maar pas dan ben je werkelijk in staat om een echte connectie met iemand aan te gaan. Als ik hem niet meer nodig heb om mijn angst voor verveling en eenzaamheid op te vullen. Als ik hem dus niet meer gebruik. Pas dan kunnen we samen zijn. Samen zijn in plaats van elkaar gebruiken onder het mom van vriendschap. Jij entertaint mijn ego, ik entertain jouw ego. En dan hoeven we onze angst voor leegte niet te ervaren. Oh, wat een heerlijke vriendschap hebben wij. Ja, diepgaand ook. Not terrible. Bla, 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 die bla. Heb jij nog vakantieplannen? Waarom ga je niet eens dood, man? Ja, maar kijk, het verdriet, dat denk ik ook wel zo. Dat heeft te maken met zo'n body-mind-structuur. Maar dat is... Dat is het ook niet. Vanuit het hoofd gaan zoeken naar verklaringen, zei ik gisteren al, dat heeft geen enkele zin. Het komt nooit veel verder dan een soort sussend gebeuren. Maar ik kan wel gewoon kijken. Kijken wat er opkomt, wat er geopenbaard wordt, zo je wil. Ik voel me eigenlijk af, want je had het over die negativiteit, zo van een linker afkappen. Maar is er ook iets zoals van opbouwen? Ja, zeker. Ook daarvoor geldt. Er zijn verschillende mogelijkheden. Er zijn richtingen die zoiets hebben. Annamalai Swami was er een, dat is een volgeling van Ramana. En die had gewoon zoiets van... Als je dat ego wilt doden, om het zo maar te zeggen, dat is heel eenvoudig. Iedere neiging die opkomt, zodra het de kop opsteekt, de kop afhakken. Iedere ik-gedachte, iedere emotie, iedere respons op het niveau van het ego. Gelijk, zodra je hem in beeld hebt, bam, weg jij. En dan na een tijd, omdat hij geen ruimte meer krijgt, omdat hij geen voeding meer krijgt, dan sterft hij gewoon af. Dat is een manier, het moet je aanstaan. I kind of like it. Dus ik noemde dat vroeger de samurai benadering. De andere is gewoon alles uit laten branden, want ieder vuurtje brandt uiteindelijk zichzelf op. En dan kun je gaan observeren als het bijvoorbeeld over verdriet gaat. Er is het verdriet. En in principe zit daar een hoeveelheid energie in en dat is na een x-tijd weg. Als het heel lang duurt, kunnen we gaan leren dat we zien van dat er allerlei gedachten bij gehaald worden. Dat het iedere keer als het ware opgelepeld wordt. Dan kan het heel lang gaan duren. Dan kan het dagen duren. Nou, daar kunnen we oplettend op zijn als we het gewoon zijn gang laten gaan. Terwijl wij eigenlijk neutraal observeren. Hoe werkt dit? En dan zie ik van het begint eigenlijk een beetje af te zakken. En dan, ja, maar toen mocht ik ook, werd mijn eigen plek ook al niet. Of, nou, er kunnen allerlei associaties zijn. Ik mag nooit mijn eigen plek innemen. Weet je wel, de feitelijke situatie die gaat helemaal nergens over. Deze stoel, die stoel, who gives a fuck, weet je wel. Maar voor die persoon in kwestie is het een thematiek waar die gevoelig voor is. En dan kan er van alles bijgehaald worden en dat kan echt, wow, het hele scherm vullen. Nou, we kunnen het rondje uitzetten en op een gegeven moment is het over. Maar hebben we weinig geleerd of we kunnen het zo bewust mogelijk ervaren. Want er is zo'n principe, alleen bewust lijden leidt tot groei of
volwassenwording onbewust lijden. Dus het gewoon mee laten nemen, dat leidt alleen tot herhaling en het dieper insluiten van patronen. Dus ik vind het nooit erg als zo'n patroon bezig is, maar ik wil graag dat je dan zo goed mogelijk kijkt en voelt dat je zo scherp mogelijk ziet wat er gebeurt. Vanuit die benadering hoef je het dus niet af te kappen, dan moet je het juist zijn gang laten gaan, maar heel scherp opletten. Dan ga je de constructies, hoe ego dingen in elkaar zet en hoe die dingen langer laat duren dan nodig, ga je heel goed zien. Nou, de ene mens heeft wat meer met die benadering, de andere mens is meer van korte metten en je pakt liever de samurai-benadering. En er zijn verschillende ingangen, zou ik maar zeggen, die voor verschillende mensen geschikter zijn of op verschillende momenten geschikter zijn. Net als we een mes en een vork en een lepel hebben, het is allemaal om te eten. Het onderliggende principe, denk ik, wat overeenkomstig is in verschillende benaderingen, is dat de bedoeling eigenlijk is om niet het ik overeind te houden, maar juist te ondermijnen. Nou, er heel goed naar kijken is ondermijnend voor het ik en de zelfstructuur. Heel goed voelen is ondermijnend. Het de kop afhakken is ondermijnend. De aandacht geven aan dat terwijl de boel die kant op wil is ondermijnend. Het zijn allemaal ondermijnende dingen voor de ego-structuur. Hij houdt niet van waarheid, hij houdt niet van echte aandacht. Hij houdt van halve aandacht. Dus we vinden het bijvoorbeeld, kunnen we ook merken in het sociale verband, we vinden het prettig als iemand een beetje let op wat we zeggen. Maar als die heel erg gaat letten op wat we zeggen, vinden we niet prettig. Vooral niet als die dan kritische vragen gaat stellen. Niet negatieve vragen, kritische. Wat bedoel je precies met dit woord? Net zei je dat en dat. En nu beweer je dit en dit. Dus dan krijgen we echte aandacht. Echte, hele wakkere, scherpe aandacht vinden we niet leuk. Ook dat is slecht voor de vriendschap. We willen een soort aandacht waarin heel veel wordt toegelaten. Allerlei onzuiver redeneren, allerlei tegenspraken, allerlei akelige trekjes moeten door de vingers gezien worden. Maar net die momenten die voor mij belangrijk zijn, dan moet op tijd ja, ja, ja. Dus echte aandacht vindt het ego waardeloos. Totaal genegeerd worden, dus de andere kant, vindt hij ook heel erg. Maar zo'n half zachte aandacht die de meeste slaapwandelaars hebben, want ze hebben gewoon geen energie genoeg om echte aandacht te hebben, die half slappe aandacht, dat vinden we heerlijk. Want dan kunnen we allemaal doormodderen terwijl we toch het idee hadden dat er communicatie was. Ja, we hebben een heel fijn gesprek gehad. Ja. Het is zo leuk om die weer te zien. Wat heb je opgestoken? Ja, hij had een nieuwe auto. Dus wie snel van zijn ego af wil in die zin, totale aandacht of nul aandacht? Droog leggen of verzuipen, zeg maar. Niet dat zo, net als die plant bij jou daar in die vensterbank. Het leeft niet, het is niet dood. Maar de grond is eigenlijk net te arm om tot volle wasdom te komen. Hij krijgt net te veel water om dood te gaan. Zo leven de meeste mensen eigenlijk. Hè? Het ziet er niet uit. Gelukkig zijn jullie anders. Ja, sommigen wel. Sommigen heb ik toch wel zien tot bloei komen. Ik weet niet of het ook maar iets met mij te maken heeft. Ik denk graag van wel.
als ik me dan wat gedeprimeerd voel, dan denk ik van ja, maar toch in die meer dan 20 jaar, dat was toch, behalve Philo was er, er was nog iemand in ieder geval, dat is toch, ja, of is dat doordat hij ouder is geworden? Nou, hij was toch een soort van veranderd, dacht ik. En dan gaat het een stuk beter meteen weer. Nou, ik denk dat het tijd voor koffie is. Ik vind het steeds slapper te ouwe worden. Dankjewel.